Hallo medegamers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik even een E3 recap doen met mijn broer. Die is ook van plan om ooit in de toekomst een Nintendo Switch te halen. En we hebben net alle twee gekeken. En we gaan even er helemaal op los en over. Zeker, zeker. Ja, want ik ben niet heel erg omvergeblazen eigenlijk, het tegenovergestelde. Dus de Oedi heeft net even gekeken, dus ik weet niet precies wat hij vindt nog. Dus daar gaan we achter komen, deze video. Om te beginnen met The Elder Scrolls. Die komt ook naar de Nintendo Switch. Ja, wat vinden wij daarvan? Nou, ik ben sowieso niet heel erg omvergeblazen ook door wat de Switch te zien was. Dus ik zou zelf, denk ik, Skyrim, ik heb het wel gespeeld op de PlayStation 3 nog. Maar ik zou hem niet opnieuw gaan kopen. Nee. Ja, ik heb Skyrim op mijn PC gekocht in een Steam sale. Niks mee gedaan. Op de PlayStation 3 heb ik hem 10 uur gespeeld volgens mij. En toen wil jij hem weer hebben. En toen had ik geen zin meer om te spelen. Daar had je helemaal geen zin meer, nee. Nee, en nu is, weet ik, hoe oud is Skyrim? Ja, volgens mij 6 jaar of zo. 2011. Ja, letterlijk 6 jaar. Maar ik vond het wel op zich wel een leuk spel. Ja, ik vond het ook wel leuk, maar het is wel een beetje zo van been there, done that, vind ik dan. Ja, net. Maar aan de andere kant, als je Skyrim niet hebt gespeeld, of je wilt per se on the go spelen, ja, leuk dat je het kan doen, maar Nintendo heeft even wat meer nodig, vind ik. Ja, zeker. Voor op de Switch. Ja, ik zou hem ook niet opnieuw kopen. Nee, ik zou hem ook niet opnieuw kopen. Dat is toch nodig. Ja. Xenoblade Chronicles 2, wat vond je ervan? Ja, ik vond het niet heel mooi uitzien. Ik en het pakt me ook niet heel erg aan. Een paar maanden geleden toen was er ook zo'n persconferentie, zo'n mini direct, Nintendo Direct. En daar kwam die op voorbij en dat was volgens mij denk ik CGI. En toen was ik soort van wel hyped voor de game. Maar nu hebben we dan voor het eerst gameplay gezien, zoals je nu ook kan zien. En ook ik was niet echt omvergeblazen. Het was grafisch, was het echt zo van... Ja, dit is misschien grafisch niet mooi, maar op zich, de gameplay zou op zich wel leuk kunnen zijn. Ja, dus... maar ook dat wat ik gezien had, vond ik niet heel erg leuk ofzo. Jij wel? Nee, ook niet. Nou ja, het is dus een JRPG in ieder geval. En ik weet niet precies of het turn-based combat is. Lijkt er wel op. Maar waarschijnlijk, ja, of ik weet het niet. Was het turn-based combat? Waarschijnlijk niet, hè? Volgens mij niet. Nee. Nou, ik vond het wel een beetje daarop lijken. Dus dat is dan toch wel een probleem. Ik vond combat was ik gewoon niet echt van weggeblazen. En dat is meestal voor mij wel nodig. Wil ik zo'n hele grote open wereld RPG enjoyen, zeg maar. Maar goed. Dan hebben we nu eindelijk onze kleine roze vriend, ook op de Switch. Dat is Kirby. En Kirby vond ik zelf, ja, Kirby, de games doen eigenlijk helemaal niks voor mij. Ik word er helemaal niet warm van. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vond het wel heel grappig uitzien. Ik vond het wel leuk, ja. En ik vond het een hele mooie stijl. Ja. En het is wel een spel, ik heb nog nooit een Kirby spel gespeeld. Maar als die bijvoorbeeld in de budgetbakken ligt, ik zou hem niet dan gelijk kopen, maar ik zou het wel een keer willen proberen. Ja, dat sprak me wel aan. Gewoon, ja, hoe maar game was. Dat willen proberen heb ik ook wel, maar het is echt geen game die ik op launch zou halen. Nee, voor mij niet. Nee, en hetzelfde geldt voor de game waar we nu over doorgaan. En dat is Yoshi voor Nintendo Switch. Volgens mij is dat letterlijk de titel, voor zover ik hier kan zien. Maar daar had ik dus hetzelfde bij. Yoshi, zeg maar, je had zo'n game op de Game Advance. Volgens mij ook daarna op de DS, maar Yoshi en Baby Mario dan. Dat heb ik gespeeld, dat vond ik wel leuk. Maar volgens mij, dit is, lijkt daar niet op. Ik weet niet, ik heb er niks mee met een 2D Yoshi. Ja. Nee. Ja, een beetje hetzelfde gevoel als inderdaad bij Kirby. Ja. Dus ik zou het wel proberen of zo voor de fun. Maar ook niet een game die, waarvan ik heb het gevoel heb dat ik het moet hebben voor mijn Switch of zo. Nee. Dus maar het is wel een mooie stijl, ook wel. Ja, een mooie stijl, dat wel. Maar ja, daar houdt het dan voor mij ook wel bij op. Dus ja, ik ben vooralsnog loutjes. En dat is eigenlijk het thema van deze recap waarschijnlijk. Dan komen we aan bij Fire Emblem Warriors. Fire Emblem Warriors is eigenlijk een Dynasty Warriors, letterlijk. Maar dan in de Fire Emblem wereld gezet. En Dynasty Warriors is echt een spel wat ik ook totaal niet leuk vind. Nee? Nee, ken je Dynasty Warriors? Nee, wel gameplay van gezien. Mm-hmm. Dat vond ik op zich wel mooi uitzien. Ja. En ook wel... maar ik moet zeggen dat Fire Emblem Warriors, dat heeft me wel aangenaam verrast.
wel. Ik zou dat wel willen spelen. Ja. Ik heb nog nooit sowieso een Fire Emblem gespeeld. Mm-hmm. Wat ik wel ook wil spelen. Vooral Awakenings dan. Ja. En ik denk wel dat ik deze game zou kopen als ik een Fire Emblem. Ja, dat denk ik wel. Het moet wel mooi uitzien ook. Maar de gameplay, het ziet er goed uit. Dat ben ik zeker met je eens. Maar het concept van een Dynasty Warrior game is dus zeg maar van... Je verslaat gewoon hele legers mannetjes, weet je wel. Dat is dus, jij bent gewoon een sterke hero en er komen 15 en 100 en 1500 mensen op je af. En dan heb je hele een beetje grootse aanvallen en dan hak je ze allemaal door elkaar. Mm. En dan probeer je eigenlijk bij objectives te komen en dan probeer je bijvoorbeeld kastelen en wat dan ook te veroveren. Dat is wat een Dynasty Warrior game is. En dat is dus ook wat je gaat doen. De grote basis toch? Ja, en bazen tussendoor inderdaad. Dat is wat je doet in Dynasty Game. En dat zou je wel willen doen. Lijkt me op zich wel, wel leuk. En zeker in een Fire Emblem setting, wereld. Hm. Dus ik zou de game zeker aanschaffen als ik een Switch zou hebben. Oké, dan ben ik benieuwd als je hem ooit nog koopt. Misschien kun je er dan op terugkomen van wat je ervan vond. Ja, zeker. En dan hebben we natuurlijk iets waarvan ik niet weet of er veel mensen naar uitkijken, maar het is The Legend of Zelda Breath of the Wild DLC. Ja, ik heb zelf ook weer überhaupt niet veel met DLC. Ik koop eigenlijk gewoon een game zoals die is, dan moet die gewoon goed zijn, moet klaar zijn, moet af zijn. Ik denk dat ik één keer in mijn leven DLC heb gekocht en ik kan me niet herinneren wat het was voor welke game. Maar het was iets speciaals, omdat had ik het niet gekocht. We hebben even opgezocht wat het nou ook weer allemaal precies was. De DLC zelf heet The Master Trials. En wat het allemaal inhoudt, er zit een dungeon in waar je dan in kan gaan. Dan word je helemaal stripped van alle kleren die je hebt. Vervolgens moet je in die staat gaan vechten tegen heel veel monsters. En je hebt iets van 45 levels of zo, die moet je allemaal verslaan. Als je dat gelukt is, dan is je Master Sword daarna in een permanente gloeiende staat, dus dan is hij altijd in de sterke staat. Daarnaast wordt er een hard mode toegevoegd. Dus bijvoorbeeld alle goblins die stijgen dan in level. Bijvoorbeeld alle goblins die nu blauw zijn, die worden dan zwart. En alles wordt dus zeg maar moeilijker. En daarnaast zit er nog een modus in. Die mode heet Hero's Path Mode. Daardoor kan je dan de plekken zien waar je bent geweest. Dus op zich wel handig, want daardoor kan je dan voortaan naar plekken gaan waarvan je 100% zeker weet dat je ze nog niet gezien hebt. Dus dat is wel een goede feature op zich. Daarnaast zit er ook nieuwe equipment in. Dus gewoon nieuwe armor en ook een Korok mask. En daarmee kan je die Korok seeds vinden. Maar ja, dat is dus eigenlijk wat het allemaal inhoudt. Daarnaast heb je die tweede DLC, maar daarvan is nog niet echt bekend wat het dan is. Het heet Champions Ballad en het lijkt een soort van een prequel te zijn. En wat vond je eigenlijk van deze twee DLC? Ja. Een ander beetje dan nog niet meer. Nee, nou ja, ik ben dus niet heel erg van de DLC. En het boeit mij niet genoeg om het te kopen. Ik snap wel dat het interessant is voor mensen die gewoon Zelda heel erg leuk vinden. En die willen dat, die willen er verder mee. Of willen het opnieuw spelen en dan moeilijker. Daarvoor is het natuurlijk wel handig. Maar voor de rest, het boeit mij niet echt. En hoe vond je het eruit zien? Vond je het mooier of hetzelfde stijl? En hoe vond je de gameplay zelf? Ja, ik vond het er wel leuk uitzien. Dat wel, maar... Ja, het boeit me gewoon niet. Nee. het is zo... Ik wilde gewoon... Misschien komt het ook door de context dat het me niet uitmaakt. De context van deze... Context. De context van deze... Fucking rare prezen. Ik heb toch context? Dat is toch gewoon het juiste woord, Dodie? Context. Ja. Context. Zijn context? Context. Nee. Context. Anyhow, in deze context... Het is de context! Context, ja. Dat zei ik toch? Je zei context. Juist, oké. Okay. In deze context in ieder geval... Ik zeg context, maar... context! Ja, top. Fuck deze shit. Ik ga gewoon verder. Ja, ik ga ook gewoon verder. maar in deze context boeit het me niet. Als het gewoon apart werd aangekondigd of laten zien of zo, maar... Ik vond dit half uurtje, 25 minuten zelfs maar, gewoon very underwhelming. Ik was gewoon niet impressed door niks eigenlijk. Dus misschien dat daarom, ik ga het ook niet kopen. Ik ben niet geïnteresseerd in DLC. Volgende game. Dit is iets waar mensen zwaar gehyped over zijn. Metroid Prime 4 is aangekondigd. Nou ja, of nee, ik vind niet dat hij aangekondigd is. Hij is bevestigd.
basically. That's it. Ja. Zo van, we zijn ermee bezig. Ja, gewoon een... Udi, vertel over Metroid Prime. Wat is... Nou, de aankondiging was meer gewoon een paar letters die ergens zweefden in het universum. Dat vond ik op zich wel jammer, want ik had wel ergens op gameplay gehoopt. Maar... Ik ook. Dat had ik misschien leuker gevonden, dit alles. Ja. Nou, ik denk wel dat als Metroid Prime uitkomt, Metroid Prime 4, dan ga ik wel gelijk een Switch kopen. Ja. Dus ja, ik heb het dan vroeger dan Metroid Prime Hunters gespeeld, ja. En daar was ik wel ontzettend enthousiast over. Ja, dat was een game op de DS trouwens, ja. Dus echt lang geleden, op de normale DS. Ja. Ja, ik vond het een goede story mode hebben. Plus de multiplayer hebben wij ook onderling dan heel erg veel gespeeld met vrienden en zo. Ja, die multiplayer was altijd wel heel erg leuk. Het was gewoon, zeg maar, je moest gewoon tegen elkaar als Prime Hunters en je kon ook de poppetjes kiezen, zeg maar, waar je dan tegen moest. Mm. Dus ja, het was gewoon een hele leuke game om te spelen. Mm. En ja, ik heb nooit echt iets met Metroid Prime gehad, behalve dus met die DS game. Alleen, ik speel alleen de multiplayer, hoe die heeft ook de singleplayer gedaan. Desalniettemin ben ik wel benieuwd naar wat ze gaan doen met Metroid Prime op de Switch. Het lijkt me wel gewoon leuk, maar ik had het gewoon dan willen zien. Nee. Ja, dat vond ik ook. Ja. Hetzelfde geldt trouwens. Het is, op deze manier is het gewoon een belofte zo van het komt eraan. Hetzelfde geldt voor de Pokémon RPG. Want er is nu een echte Pokémon game, main game aangekondigd. Dus niet een Pokken XD of wat dan ook. Main Pokémon game is aangekondigd voor... Nee, niet aangekondigd. Bevestigd. Voor de Nintendo Switch. Ja. Ja, goed nieuws. Ja, punt. Maar, ja, dat was het. Het was wel obvious dat die zou komen natuurlijk. Ja, het was obvious. Het was meer wachten op van hoe lang gaat het duren. Nou, dat hebben ze wel trouwens gezegd. We hebben trouwens daar niet eens een logo van gezien. Dus dan kun je dat niet eens laten zien. We weten het niet. We weten niet of het Pokémon Stars wordt. We weten niet of het gewoon weer de volgende echt generatie Pokémon wordt. We weten het niet. Ja, maar ik denk wel het laatste. Je dus denkt een totaal dat? Nieuwe generatie, ja. Ik zie niet in, want er zijn nu dan weer twee nieuwe Pokémon games voor de 3DS aangekondigd. Ja, Ultra Moon en ja. Ultra Sun, ja. Maar ik denk wel dat de laatste game is van deze generatie dan. Voor de 3DS in ieder geval. Ja, dat maar ik bedoel qua Pokémon dan, hè? Die generatie blijft dan op de 3DS, zeg maar. En dan de volgende generatie wordt dan op de Switch. Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop gewoon dat het zeg maar net zo wordt als hoe ze van Ruby naar Diamond gingen. Dus dat je gewoon echt een totaal andere set had. Want nu ook bij Pokémon Sun en Moon had je maar iets van 80 nieuwe Pokémon. En het waren ja, heel veel getweekte Pokémon van de Kanto-regio en zo. Weet je wel, dus het was niet een normale Vulpix, maar een IJsvulpix. En ik wil gewoon weer dat ze dan hele nieuwe Pokémon en veel. Maar ja, leuk dat het is bevestigd, maar ja, ik kan er niet heel veel mee. Ik word er niet blij van ofzo. Ik heb niks gezien. Ja. Rocket League is ook aangekondigd voor de Switch. Vind ik dan wel weer op zich een leuke aankondiging, maar volgens mij wisten we dat al. Dat wisten we al dat hij er naartoe kwam, dus het was ook weer niet een verrassing. Wel is het leuk dat hij er naartoe komt. Hij is op de PlayStation, op de Xbox, ook op de PC. Dus ja, nu ook op de Switch. En dat vind ik wel leuk dat je dat dan voortaan ook overal kan gaan doen. En het is ook niet zo'n duur spel, waarschijnlijk weer 20 euro, hoop ik, als ze eerlijk gaan doen. Dus ja, Rocket League heb je nooit echt gespeeld of zo. Nee, het ik vond het wel heel grappig, maar het heeft niet echt aangetrokken of zo. Nee. Maar ja. Maar ik vond het wel grappig dat het multi-platform is, dat wist ik eerst niet. Wat bedoel je? Nou, dus dat je daar met je Switch ook tegen iemand met een Xbox One kan spelen. Hebben ze dat letterlijk laten zien in de trailer? Ja, ik stond in de trailer van dat die multi-platform was. Dat heb ik dus gemist. Dus dat is wel... Dat vind ik wel een heel leuk nieuwtje. Ik wist wel dat het eraan zat te komen, want Rocket League is soort van één van de... Of letterlijk de allereerste game die dus... Dus PlayStation 4, Xbox One... PC ja, ook? Ja, ze zijn een multi-platform. Ik weet niet precies welke. Okay. Dus, maar ja, het lijkt me dat je dan dat ze dan gelijk alles doen. Ja. En niet iets uitsluiten. Ja, nou ja, dat is dus wel leuk. Misschien komt het dan met de release van de Switch versie of zo. Dat is wel tof. Dat vind ik dan wel leuk. Wist ik nog niet. Ik heb blijkbaar ook 1,5 minuut geslapen tijdens deze presentatie. Waarschijnlijk omdat ik het zo saai vond. Maar Sonic Forces is ook aangekondigd, of nee, niet aangekondigd, daar wisten we ook al dat die bestond. Maar hebben ze meer gameplay van laten zien. Ik denk wel dat dit de eerste gameplay reveal was. Ik ben helemaal geen Sonic fan, eigenlijk.
Maar ik vond deze er best wel leuk uitzien, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nou zeker. Zag er goed uit. Ja. Ook, ja, met een leuke baas en zo lijkt me. De camera doet dom. Ja, waarom hou op? Oké, de camera is gefixt. Dus door Sonic ben ik nog somewhat verrast eigenlijk. Ik heb niks met Sonic, maar ik vond het er wel gewoon goed uitzien. Gewoon, ik weet niet, deed wel wat of zo. Ja, meer dan andere games nog. Ja, het werkte wel in ieder geval mee nieuwsgierig uit. Ja. Dus ik ben benieuwd naar de game. Ja, de characters die zagen er ook gewoon goed uit. De gameplay zag er ook leuk uit. Je zag soort van, je kan je eigen character maken, zag ik voorbij komen. Je zag die character vervolgens met een soort van elektro-zwepen mannetjes afmaken. En dan voor de rest de standaard 2D Sonic gameplay eigenlijk. Dus ja, ik weet niet of ik hem bij de launch zou halen, maar wel een game die ik uiteindelijk op zou kunnen pikken. Dit is de niet te negeren echt goede game. En dat is Super Mario Odyssey. Maar het was geen nieuwe aankondiging, dat hoopte ik dan natuurlijk wel. Maar ze hebben wel een nieuwe gameplay laten zien. Ik vond het er heel erg apart, leuk en vreemd uitzien. En dat was eigenlijk, sluit gewoon aan op mijn eerste impressie van de game. Ik weet niet, wat vond jij van de beelden die je gezien hebt? Nou, ik werd zeg maar wel enthousiast van de beelden. Het was wel echt... ik vond de trailer, of wat ze lieten zien, vond ik wel echt mooi en gelikt eruit zien. Ja, ik had ook het gevoel dat er zeg maar iets van, bij de trailer niet helemaal klopte. Of niet helemaal... Zeg maar, dat er nog iets wat je in de trailer ziet, dat nog voor ons zeg maar, als gamer of als buitenstaander nog verscholen is. Ja. Nee, dat denk ik ook. En sowieso is het allemaal een hele vreemde wereld. Bijvoorbeeld in de eerste trailer, die eerder uitkwam, zag je bijvoorbeeld dat hij in een bos liep op een gegeven moment. Tenminste, dat was wat ik aannam, een bos. Maar dat is eigenlijk een kas. En een andere plek die we ook eerder hebben gezien, is dat hij door een stad heen liep. En eigenlijk is dat het dak van een wolkenkrabber. Super Mario Odyssey lijkt echt te spelen met wat je denkt dat het is, maar het is vervolgens iets anders. Ja. En dat is best wel geinig. Daarna gingen ze ook door met gewoon het spelen van het spel. En, ja, je wordt ook letterlijk wat anders. Dat vond ik je grappig. Wordt ook letterlijk wat anders. Je hebt dus een hoedje op. Dat is, hij heeft altijd dat hoedje op, maar nu kan het iets. En het heeft ogen en het heeft gewoon een ziel, lijkt het bijna. Je kan hem gooien naar iets of iemand toe. Vervolgens verander je in dat iets of iemand. Bijvoorbeeld hij gooit hem in de trailer naar een kikker. Dan wordt hij een kikker met een snor. Hij kan letterlijk elektriciteit worden. Ik weet niet of dat in die trailer ook te zien is. Maar hij kan elektriciteit worden. En dan kan hij razendsnel gebouwen opgaan. En afstanden overbruggen. Hij kan erop springen. Ja, bijna wel. Je hebt best wel veel bewegingsvrijheid. Dat vond ik wel leuk. En we hebben dus gezien hoe hij zich verplaatst over de wereld eigenlijk. Want je hebt dus een centrale hub. En dat is je ruimteschip eigenlijk. En daarmee ga je van wereld naar wereld. En daarom heet de game ook Super Mario Odyssey. Dat is zeg maar een reis. Ja. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat je dan wel in heel veel verschillende werelden kan komen. Ja. Dus het is heel verschillend allemaal. Ja. Allemaal heel, heel divers en ook wel gewoon interessant. Dus ik de gameplay van Odyssey, daar werd ik op zich wel blij van. Ook leuk muziekje eronder. Ja. Dus dat allemaal wel. Ja, en ik vond het wel grappig, want ze liet ook zeg maar een stukje beeld van de game dan zien. Dat deed me gewoon heel erg denken aan Nintendo 64, Super Mario 64. Hoe zit dan welk stukje? Het was gewoon dat level. Dus het level gaf mij het gevoel van dat ik terug was, even helemaal terug in de tijd. Nostalgie. Super Mario 64. Ja. Ja. Dat was wel grappig. En ze hebben ook de release datum aangekondigd. Die komt eigenlijk veel sneller dan ik dacht. Hij komt op 27 oktober al. Dus niet aan het einde van... rond de kerst, dat was eerst een beetje wat we dachten dat het zou worden, maar ja, 27 oktober, lekker snel. Dat was snel. Ja. De laatste game is ook een Metroid game en ik heb gelezen dat het ook een main Metroid game is, maar ja, voor mij doet het niet zoveel. Het is 2D, dat is de originele Samus games, het is gewoon Metroidvania stijl, zeg maar, zoals het dan heet. Maar... Castlevania games bijvoorbeeld interesseren mij wel vanwege de setting. Je hebt een coole zweep of zo en je kan ja dingen, maar net Samus doet het niet voor mij in 2D. Ook wat we gezien hebben in deze trailer vind ik niet zo aantrekkelijk. Nee, hetzelfde gevoel. Vond ook niet. Ik zou de game niet halen. Nee, en Doody is meer
weet het, Metroid Prime fan dan mij. En hij had me ook niet. Daarnaast, ik heb deze persconferentie ook gevolgd met een goede vriend van mij. Xander, jullie hebben me voorbij zien komen op mijn kanaal meerdere keren. En hij vond eigenlijk precies hetzelfde van de presentatie als ik. En hij is echt een Nintendo fan. Hij heeft alleen maar Nintendo consoles en ja, hij had hetzelfde gevoel. Dus ik heb ook heel veel mensen gezien die werden echt blij van alles dat ze gezien hebben. Het is trouwens ook prima, ik probeer jullie niet te vertellen wat je moet denken, maar het is gewoon puur mijn mening en puur de Oedi's mening. Ik ben het niet helemaal met je eens dat tegenvallend was. Want ik heb al gewoon een paar games gezien die ik wel echt wil hebben. Ja. Dus daar was ik wel enthousiast over. Maar ik heb ook niet zo heel erg verdiept nog in de Switch games die hier nog aankomen. Dus ik snap wel dat je dan minder enthousiast over bent. Ja. Ja, ik ben gewoon niet zo enthousiast over wat ze vandaag hebben laten zien. De vorige keer hebben ze ook een Nintendo Direct gehouden. En daarin zag ik bijvoorbeeld eigenlijk veel meer indie titels die mij interesseerden dan eigenlijk nu de Nintendo's echte titels bijna. Weet je wel, ja, Xenoblade en zo is dan niet een echte titel, maar AAA bedoel ik dan. Er komt bijvoorbeeld een indie titel naar de Switch en die art daarvan is gebaseerd op de comics van de Darksiders maker. Dus het is in dezelfde van die brede mannetjes, weet je wel, net zoals War en Death en zo. En dat is dan een turn-based RPG en die ziet er bijvoorbeeld heel erg goed uit. Daar ben ik heel erg in geïnteresseerd. Maar ja, dat zijn allemaal titels die eerder zijn aangekondigd. En deze specifieke persconferentie heeft niet zoveel gedaan voor mij. Maar ja, wel meer voor jou dus. Ja. Ja. Ja, dus ik weet niet. Laat me vooral weten wat jullie ervan vonden in de comments below. Ik ben heel erg benieuwd. Zijn jullie het totaal niet met me eens? Zijn jullie het wel met me eens? Hebben jullie dingen gemist? Zijn jullie juist heel blij met bepaalde aankondigingen? Laat me allemaal maar weten. Like deze video, dislike deze video, kan ook, want heel positief ben ik niet geweest. Maar ja, dat is gewoon voor mij zo deze keer. Maar ja, subscribe in ieder geval voor meer E3 recaps, er komen er echt nog wel meer aan. Die van Sony was ook best wel leuk, die van Bethesda was een beetje teleurstellend, kan ik je vast vertellen. En dan zeg ik tot de volgende video. Wij komen trouwens binnenkort weer met een Tekken video, want ik weet dat jullie daarnaar gevraagd hebben. Een aantal van jullie komen binnenkort weer met een Tekken titel. We hebben Let's Play. We hebben geoefend, we zijn wat beter, daardoor ook leuker om naar te kijken. Ja, en hier zal dan toch weer gaan verliezen. Oké. Ik ga dit in de volgende video editen. Ja, en dan staat er bij mij 9 wins en bij hem 2 of zo. Maar goed, doei. Bedankt voor het kijken.